De sinds dinsdag vermiste stadje Dirk Kammenga is terecht. Naar aanleiding van de publiciteit meldde de man dat hij bij een familielid elders in het land verbleef. Verzorgingshuizen en aanleunwoningen zijn niet meer populair bij de 55-plussers van nu. Daarom gaat woningcorporatie Nijeste samen met de Rijksuniversiteit onderzoeken hoe de bejaarden van morgen willen wonen. Aan bijna 7000 mensen wordt een vragenlijst voorgelegd. De resultaten van het onderzoek worden meegenomen in de bouwplannen van de woningcorporatie.